De lancering van het project Sranang Esingigiwa Mooi Tampresi, waarbij 6 jongeren 10 verschillende nummers over het milieu zingen, vond vandaag plaats. Dit project is het initiatief van Stichting Develop Art Foundation, ofwel Stichting DAF. Het initiatief werd genomen met als doel jongeren door middel van muziek bewust te maken van de schoonheid van Suriname. Voorzitter Rosita Leeflang zegt dat door het inzetten van jongeren onder de 16 jaar, andere jongeren van ons land worden aangespoord ook van hun land te gaan houden. Het project is geschreven door onze stichting, Stichting DAF, Develop Art Foundation. En het is gefinancierd door het GEF SGP, dat is het Small Grants Program. We hebben een beetje opgemerkt dat zingen over milieu niet zo hip is. Dus hebben wij dit project geschreven om jongeren aan het zingen te krijgen, maar in het bijzonder over het milieu. De stichting heeft ook ten doel de jonge burgers weer Surinaamse liederen te laten zingen. Daarom zijn er 10 nummers uitgekozen uit het bekende boek José voor Suriname, met als thema's dieren, bomen en planten, milieu en klimaat. Het is ook de bedoeling de liedjes meer bekendheid te geven. De thema's zijn gekozen voor awareness. We willen meer bewustwording hebben over ons milieu. En we hebben daarvoor gekozen, dus uit het boek José voor Suriname, hebben wij 10 songs uitgekozen die vallen onder bomen en planten, milieu, klimaat en dieren. En daar hebben dus de jongeren over gezongen. En we willen dus graag dat andere jongeren daar ook over gaan zingen. Dus de liedjes worden geüpload op onze YouTube-channel van Rose Eternal Media. En we hopen dat mensen het daardoor gaan verspreiden. En wat we het liefst willen, we hebben eigenlijk bedacht dat we een beetje feedback terug willen hebben van de samenleving. Voor ons zijn de liederen al oorwormen geworden. Dus je zingt hem de hele tijd. Dus wat we graag zouden willen is dat ouders de liedjes ook met hun kinderen zingen, het opnemen. Ze mogen het naar ons toesturen. En dan gaan we de 3 leukste filmpjes gaan we iets leuks geven. De stichting zal nu een verzoek richten aan de mediahuizen om de nummers zoveel als mogelijk af te draaien. Leeflang zegt dat het niet bij dit project blijft. Derhalve zal de stichting zich blijven focussen om de bewustwording over milieu te verspreiden op een creatieve manier, zodat het bij elke burger zal aanslaan.